Mijn eerste herinnering aan een Ferrari 360 Modena was toen ik een jaar of 15, 16 was. En wij bij het autobedrijf waar ik toen werkte, Hans Bezemer in Alphen aan de Rijn, zo'n auto kregen om in te voeren op Nederlands kenteken en de douaneafhandeling met BPM-aangifte te verzorgen. Die auto was ook rood, die auto had een zwart interieur en was ook handgeschakeld. En voor mij zijn dat de ingrediënten eigenlijk voor de Ferrari Dino, maar ook voor de Ferrari 360 Modena. Een coupévorm vind ik het mooiste, is het ultiemst, is het puurst. Modena is een auto die veel meer met F1-schakeling werd verkocht in de tijd. De Ferrari 355 maakte al de introductie mee van de F1-schakeling. Maar bij de Ferrari 360 Modena was die verhouding niet meer 50-50. Die verhouding sloeg echt door naar meer F1-schakeling. En daarmee is een handgeschakelde auto voor mij een pure sportauto. Het voelen van de koppeling, het glijden door de versnellingen heen, dat maakt het rijden ultiem. Ferrari 360 Modena is voor mij de ultieme reïncarnatie van de Ferrari Dino. Met een middenmotor, handgeschakeld en natuurlijk in de kleur rood.